Het grote bot. De herdermix, die de maat van een klein herdertje zou krijgen, heeft inmiddels het formaat van een flinke herdershond. Als er nog wat bij komt, wordt dit zelfs de grootste hond die het schippers echtpaar ooit heeft gehad. Het jonge dier ligt in de sturen en bijt bij gebrek aan iets beters op een speeltouwtje. Ergens begint er iets te knagen. Niet zozeer bij de hond. Want die stelt zich tevreden met wat ze aangeboden krijgt. Nee, het knaagt vooral bij het vrouwtje. Toen ze hun eerste hond hadden, bestonden er nog geen puppybrokken. En voer werd al helemaal niet afgewogen. Die hond kreeg brokken, diner met vlees. En af en toe zelfs pens of een restant macaroni. En regelmatig een lekker bot. Een mergpijpje of iets groters. Gewoon zoals het uitkwam. Het was een prachtige herder geworden die een respectabele leeftijd bereikt had. Zijn voeding zal dus zeker goed genoeg geweest zijn. Maar nu moet alles verantwoord. En daardoor is deze hond nog niet verder gekomen dan droge brokken en wat buffelhuitjes. En ook die mogen tegenwoordig alleen nog maar onder toezicht gegeten worden. Want stel, met het laatste stukje gaat het verkeerd. Dan moet er snel ingegrepen worden. Hoe was het toch mogelijk dat er vroeger ooit nog een hond groot gegroeid was? De schippersvrouw vindt dat het hoog tijd wordt dat ook dit dier van echt hondse dingen mag genieten. Er komt een mergpijpje, dat al snel om de onderkaak van de hond klem zit. Dat is dus geen succes. Ze herinnert zich dat dit bij de tweede herder ook al gebeurd was. Daarna komt er een grote, lange, gevulde mergpijp. Die niet meer boeiend is als hij leeggelekt is. En aangezien de hond nog jong is, was dit in razendsnel tempo gebeurd. Dus vraagt de schippersvrouw bij de slager of hij een bordje voor de hond heeft. Tot haar grote verrassing komt de slager met een enorm runderbeen. Eerst zal de hond het vlees opeten, en dan het kraakbeen, en wat overblijft kan niet versplinteren. Al heel wat honden hebben plezier gehad van zo'n groot bot, weet de man te vertellen. Opgetogen gaat de schippersvrouw naar boord en geeft de hond het grote bot. Ze hoopt dat de hond er niet om gaat grommen, want daar is ze niet van gediend. Daarom heeft ze zich voorgenomen om het bot een paar keer af te pakken. Maar de hond kijkt slechts verbaasd naar het grote ding dat aan haar voeten gelegd is. Ze ruikt er eens aan. Waarna ze het vrouwtje vragend aankijkt. Dit is wel heel vreemd gedrag. Maar in ieder geval beter dan grommen en kluiven verdedigen. Maar erg honsen ze er ook weer niet. Omdat ze niets met het bot doet, pakt de schippersvrouw een mesje en snijdt er een stukje vlees vanaf, wat het dier opeet. Daarna kijkt de hond het vrouwtje weer vragend aan. Want ze heeft wel zin in nog een stukje vlees. Dus worden er nog een paar stukjes vlees vanaf gesneden. Het schippers-echtpaar kijkt verbaasd naar de hond die niet eens snapt wat ze met een echt bot aan moet. Dat krijg je nou als je alles alleen maar doet zoals het moet, moppert de schippersvrouw. Zo'n dier is totaal vervreemd van zijn eigen natuur. Gelukkig duurt het niet lang voor het dier aan het grote bot knaagt. Als een echte hond! Ze laat zich het bot ook weer afnemen. Dat zeker. Maar als het vrouwtje voor de zoveelste keer weer klaar staat om het bot af te pakken, loopt ze er eerst mee weg voor ze het afgeeft. Want nu heeft ze de smaak wel te pakken van het grote bot. Als een echte hond.